Wat is de partiële druk in bar van zuurstofgas en stikstofgas op 35 meter diepte bij duiken als je het duikgas Nitrox 32 gebruikt? We verzamelen even onze gegevens. Dus concreet betekent dit. Dit is het wateroppervlakte. We zijn aan het duiken met duikflessen. En in die duikfles, we zitten op 35 meter diepte. In die duikfles zit Nitrox 32. Nu, Nitrox 32, daar kom ik zo nog meteen op terug, dat is een merknaam. En daarin kan je ook meteen de samenstelling van ons duikgas bekijken. We gaan even onze gegevens verzamelen. We weten, we zitten dus op 35 meter diepte. We gebruiken Nitrox 32. En men vraagt ons, wat zal de partiële druk zijn van de zuurstof? Wat zal de partiële druk zijn van de stikstof? De formules die we daarvoor gaan gebruiken zijn deze. Onze partiële druk van stof A is dus de totale druk maal de molfractie. Als oplossing moeten we eerst gaan bekijken wat onze totale druk is op die diepte. Nu, we weten dat als we gaan duiken, 10 meter diepte is 1 bar. Of 10 meter waterkolom, zal misschien bekender voorkomen, is 1 bar. We zitten hier nu op 35 meter diepte, dus dat is 3,5 bar. Dit is wat afgerond. Je zou dit ook kunnen doen met de formule rho maal g maal h. Hier is, h dan, is g gerekend aan 10 in plaats van 9,81. Maar we rekenen de totale druk die we ervaren. En natuurlijk zit er ook nog een atmosferische druk boven ons. En die atmosferische druk die is 1 bar. Dus onze totale druk is dus 3,5 bar. Door het water boven ons, plus 1 bar, is dus 4,5 bar in totaal dat we ervaren op deze diepte. We weten dus de totale druk. Kunnen we overgaan naar het berekenen van de partiële drukken. Nitrox 32, als je het opzoekt, dat betekent dat 32% zuurstofgas en 68% stikstofgas. Of een fractie van 0,32 en een fractie van 0,68. En die hebben we nu nodig natuurlijk. Wat is de partiële druk van zuurstofgas? Dat is namelijk zijn fractie 0,32 keer 4,5. Dat levert ons een partiële druk van 1,44 bar. En de partiële druk van stikstofgas is dus de rest, 0,68 maal 4,5 is 3,06 bar. Ter controle, mochten we ze optellen, dan bekom je inderdaad 4,5 bar. Dus als antwoord, de partiële druk van zuurstofgas is 1,44 bar, van stikstofgas 3,06 bar. Dat betekent dus concreet dat zuurstof voor 32% van de 4,5 bar verantwoordelijk is en stikstofgas voor 68% van de 4,5 bar. En in totaal ervaren we dus een druk van 4,5 bar.